iedereen kan haken. We gaan vandaag dit hele leuke truitje haken. Maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog, abonneren. Kijk mee. Vragen kan je hieronder stellen. En we gaan dit leuke truitje haken. En dit wordt gewoon van de bovenkant afgehaakt. En dan haak je een hele leuke steek. En het lijfje, dat, ik til even de paspop op, die wordt gewoon recht. Oh, even paspop goed zetten. Die wordt gewoon recht gehaakt. Maar ik ga het heel rustig uitleggen. En dan zie ik jullie dadelijk weer terug. Tot zo! Je hebt nodig haaknaald nummer 5. Een schaartje. Steekmarkeerders. Een stopnaald en een centimeter. En ik zal eventjes nu vertellen hoeveel wol je nog nodig hebt. En dan kunnen we daarna beginnen. Tot zo! Van Zeeman 5 bolle Kelly. De prijs is €2,49. Ik heb kleurnummer 30 en lotnummer 2055. 1 bol is 100 gram en de lengte is 240 meter. En ik zal nog even kijken welk materiaal het is. Het is 100% acryl. Dus dit is de wol die je nodig hebt. En dan gaan we beginnen. Tot zo! Ik heb deze wol wel eventjes omgerold tot een gewone rol. Hij haakt echt heerlijk weg hoor. Het is prachtig. Prachtig kleurverloop. En dit is het truitje. Kijk. Dan zie je hoe mooi deze steek is. En deze steek, ja, dit is dus eigenlijk de verkeerde kant. Maar zo ga je hem dadelijk dragen. En ja, het kleurverloop is gewoon prachtig. Echt de golfjes die je erin krijgt. Maar dit is dus de verkeerde kant. Je haakt hem aan deze kant. Dus je bent eigenlijk gewoon zo aan het rond aan het haken. En dan zie je dit als voorkant. Ja, je mag natuurlijk kiezen wat je mooi vindt. Dat moet je zelf weten. Ik zet er altijd even een steekmarkeerder in voor de nieuwe toer. Maar dit is dus de voorkant. En ja, kijk hoe mooi deze steek valt. En het bovenlijfje, zeg maar het ronde bovenlijfje. Kijk. Dus, en je wordt gehaakt vanaf de bovenkant. Dus je zet dadelijk 100 losse steken op. Maar dat gaan we samen doen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Je begint met een opzetlus. En het maakt niet echt uit welke maat je hebt, want je zet 100 losse steken op. Maar bij 30 zet je er even een steekmarkeerder in. 1, 2, 3, 4, 5. En dan ga je door tot 30. En als je er 30 steken opgezet hebt, dan pak je een steekmarkeerder en dan zet je in de 30ste steek even een steekmarkeerder. Dan ga je weer door met 20, dus dan heb je in totaal 50 steken. Dus na 20, dan zie ik je weer terug. Na 20 steken zet je weer een steekmarkeerder erin. En dan heb je in totaal 50 steken. En nu ga je nog een keer 30 steken opzetten. 1, 2, 3, 4, 5. Dus dan heb je 30, 20, 30, 20. En in totaal heb je dan 100 steken opgezet. Dus na deze 30 zet je weer een steekmarkeerder erin. Dan weer 20. En dan sluit je de ring. Dan zie ik je zo weer terug. Dus om het begin te maken en je hebt zo je halslijn, zet je 100 losse steken op en je zet om de 30 een steekmarkeerder erin, dan om de 20, dan om de 30 en dan om de 20.
kom je in totaal op 100 losse steken. Je sluit je ketting. Ik heb een kleinere ketting hoor, dat ik sneller rond ben. In de eerste losse met een halve vaste. Dan maak je 3 losse. 1, 2, 3. En dan ga je op elke steek ga je een stokje zetten. Dus op elke steek zet je een stokje. En als je weer in het begin hier bent, dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. En als je klaar bent met de toer met de stokjes, dan leg je hem even goed plat neer, zodat je hals niet gedraaid is. Dus ik zit ook even te kijken of dat bij mij niet het geval is. Zie je, je legt hem zo neer. En dadelijk, zodat je een mooie ronde halslijn krijgt. 1, 2, in de derde sluiten we de toer met een halve vaste. Ik heb altijd eventjes de draad aan de achterkant houden. 1, 2, in de derde. Je pak je draad op en je haalt hem door. 2. Zo, dit is dan je halslijn. Ja, jullie hebben meer hoor. Dat je hoofd moet er in ieder geval door kunnen. En dat gaat wel hoor, met 100 steken. En nu gaan we 3 losse doen. 1, 2, 3. Dit is dus het begin van de toer. Dan doen we 1 losse nog. Dus 4 in totaal. En dan slaan we 2 stokjes over. 1, 2. En op de derde gaan we 5 stokjes zetten. Dus we slaan 1, 2 stokjes over. En op die derde, daar gaan we 5 stokjes zetten. In 1 stokje. Dus dit is 1. Dit is 2. 3. 4, 5. Dan weer 1 losse. Dan slaan we weer 1, 2 over. En op die derde stokje gaan we weer 5 stokjes maken. In 1 steek. Stokjes, dan weer 1 losse. Nou, nu weet je het: 1, 2 overslaan, en in de derde daar zetten we 5 stokjes. Een losse. En weer 1, 2 overslaan, en in de derde hier zet je weer 5 stokjes. Dus dit is je eerste toer. En op het einde hier, dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn op het einde van de toer met de 5 stokjes en een losse 2 overslaan. 2 steken overslaan. En als je op het einde van de toer bent, dan zet je 1, 2 in de derde. 1, 2 in de derde sluit je de toer met een halve vaste. Kijk. En dan is dit zo je eerste toer. Tenminste, je eerste toer is alleen stokjes. En je tweede toer is 5 stokjes. 2 stokjes overslaan. Een losse. En dan weer 5 stokjes. Dan gaan we nu
Ja, het is eigenlijk de tweede toer. Stel, dit is de eerste toer, dan gaan we nu naar de tweede toer. Het zijn maar twee toeren, iedere keer weer, dus het is heel makkelijk. Je begint je toer met drie lossen. Dan doe je één losse nog erbij, omdat je ja, altijd losse tussen de groepjes doet. En dan gaan we nu, ja, ik noem dit de tweede toer, want dit herhaalt zich. Die eerste toer, dit was alleen om het te beginnen, maar nu ga je reliëfstokjes maken, maar je maakt alleen maar aan de voorkant de reliëfstokjes. Dus je steekt niet in de steek, maar je steekt achter je stokje in. Dus je gaat om het stokje heen en je maakt een gewoon stokje. Dit is al je eerste reliëfstokje. Dan sla je weer om en dan doe je de tweede. Dit is ook weer een stokje. Dan maken we één losse en dan slaan we deze over. En dan gaan we die laatste, gaan wij ook weer achter het stokje door een stokje maken. En op die laatste weer achter het stokje door een stokje maken. Maar het is zo'n makkelijk patroontje. Het komt dadelijk. Dit is de achterkant van je werk en straks zie je, hier zie je al dat je van die mooie boogjes krijgt. Je doet na zo'n groepje altijd één losse. En nu ga je weer een reliëfstokje maken. Eén. Twee. Één losse. En weer een reliëfstokje. Slaat deze over. En je pakt die één na laatste. En je ook weer onder het stokje door. En deze ook weer onder het stokje door. Dan doe je weer één losse. En zo maak je de hele toer af met reliëfstokjes. Dus je doet er een losse tussen, je maakt twee reliëfstokjes, één losse, je slaat deze over en je doet weer twee reliëfstokjes. Ik zal er nog even één meedoen, één groepje. Je gaat dus achter het stokje langs en je maakt een stokje. Dan ga je weer de tweede achter het stokje langs en je maakt een reliëfstokje. Eén losse en deze sla je over en de één na laatste pak je op en je maakt weer een reliëfstokje. En nu de laatste. En je sluit met een, tenminste, je gaat weer verder met de eerste één losse en dan ga je weer op dit groepje verder werken. Zie je hoe leuk het patroon wordt? En dan zal ik de goede kant laten zien. Dit wordt dus de goede kant. Maar we gaan eerst even deze toer afmaken. En dan zie ik je op het eind hier. Kijk, je kan hier wel eventjes een steekmarkeerder tussen zetten, zodat je zeker weet. En dan kan je meteen 1, 2 in de derde steken. Dat je weet, hier is dadelijk mijn toer klaar. Dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. En dan zijn we nu bijna op het einde van de tweede toer met de reliëfstokjes. En een losse. En dan sluiten we de toer hier waar we dus de steekmarkeerder in gezet hebben. 1, 2, de derde. 1, 2, derde. En we sluiten de toer met een halve vaste. Dan haal je de steekmarkeerder eruit. Haaknaald erin. Dit is dus je resultaat al.
En nu gaan we zorgen dat we nog weer baaiertjes hierin krijgen. Maar we beginnen dus de derde toer met 3 lossen en 1 losse. En dan gaan we hierin tussen die 2 reliëfstokjes in, hier gaan we meteen een vaste zetten. Dus we halen de draad op, omslaan door 2. Dan doen we 1 losse. En dan gaan we hier tussen die 2 waaiertjes in, hier beginnen we weer met de toer nu met 5 stokjes. 1 2 3 En ik zet weer even mijn steekmarkeerder hier erin. Want anders dan zie je, dan kan je het niet goed zien waar je gebleven bent. 1 2 3 En we hadden 1 2 3 stokjes, dus we gaan er nog 2 in dezelfde opening maken. En een losse. Dan zetten we tussen die 2 reliëfstokjes in, hier zetten we 1 vaste. Dan een losse. En dan gaan we weer hier tussenin gaan we een groepje van 5. Dus een groepje van 5 reliëfstokjes. Zie je dat dit hetzelfde is als de eerste toer? Als de toer met de 5 stokjes. 4, 5, 1 losse. En tussen deze 2 in, hier doe je een vaste. Dan weer 1 losse. En dan gaan we weer een groepje van 5 maken. Zie je de achterkant? Ja, dit is dan de voorkant. Hoe mooi! Het is echt een hele leuke steek. Alleen je moet gewoon even opletten dat je die 5 groepje van 5 echt tussen deze 2 reliëfstokjes in doet en niet hier tussen. Dus dit is van het groepje van het waaiertje, daar doe je die vaste tussen. En dan ga je weer een losse doen en dan ga je weer hier tussenin een groepje van 5 maken. 1 2 3 4 5 1 losse en we zetten hier tussenin weer 1 vaste. Dan weer 1 losse en weer een groepje van 5. 1 2 3 4 5 en een losse, die mag je niet vergeten. En weer een vaste. Kijk, en hier bij de blauwe steekmarkeerder, daar eindigen we dadelijk de toer. Dus dit gaan we even helemaal afmaken en dan zie ik je dadelijk weer hier terug. Tot zo! En dan zijn we nu op het einde van de toer met die 5 stokjes, een losse, een vaste. En hier is de blauwe steekmarkeerder, maar ik ga hier tussen, hier ga ik nog 1 waaiertje met 5 stokjes doen. 1. Dus echt waar je de begintoeren hebt gemaakt, daar ga ik nog een waaiertje van 5 stokjes in maken. 3 4 5 en een losse, altijd een losse. Dan ga ik de toer sluiten in de derde met een halve vaste. En dan begin ik de nieuwe toer, dus eigenlijk weer de tweede toer met de reliëfstokjes met 1
2, 3 lossen en 1 lossen. En dan ga ik hier op die vaste, ga ik een vaste zetten. Dus je gaat meteen door. Je maakt een vaste. En je zet weer even je steekmarkeerder. 1, 2 in de derde steek. Als je dat niet doet, dan, ja, dan ben je het begin kwijt. Dus we hebben net een 3 lossen en een extra losse en de vaste op de vaste gezet. Dan gaan we weer 1 losse doen. En nu gaan we weer die toer met die reliëfstokjes doen. Dus we pakken weer het eerste stokje op. En we gaan weer de hele toer maken met reliëfstokjes. Zie je? Achter het stokje langs. En dan lossen. Die middelste sla je over. Dan pak je de ene laatste. En dan maak je weer een stokje op. En dan lossen. En nu ga je op die vaste weer een vaste zetten. Dan een losse. En nu ga je weer een groepje met reliëfstokjes maken. Deze steek heb je zo snel door. Deze sla je over. En ik ga hem de regenboogsteek noemen, de rainbow stitch, omdat ik ook niet goed weet hoe ik deze steek moet noemen, want het zijn natuurlijk waaiertjes. Maar de rainbow stitch, ja, kijk, ik zal even de voorkant laten zien hoe mooi het resultaat wordt. Dus je werkt echt vanuit de verkeerde kant en de andere kant is dus de juiste kant. En je maakt iedere keer groepjes met, dit is de toer met de reliëfstokjes en een losse. Je slaat deze weer over. En je hebt hem zo snel door en het haakt zo makkelijk weg. En het bovenste gedeelte even 1 losse doen en weer een vaste op die vaste en een losse. Dus de rainbow stitch gaat het heten, de regenboogsteek. Het zijn dus reliëfstokjes, losse. Deze sla je over en je gaat weer achter het stokje langs. Dus je maakt alleen maar voorste reliëfstokjes en een losse. Dan op die vaste weer een vaste en een losse. En je komt vanzelf eigenlijk bij je steken. Je ziet al op, als je een beetje oefent, wat je moet doen. Dus na 2 reliëfstokjes 1 losse. Je slaat deze over, de middelste en de laatste 2 weer reliëfstokjes. En op het laatst 1 losse. En zo maak je weer de hele toer af, totdat je weer bij de blauwe steekmarkeerder bent. En dan zie ik je op het laatst weer terug. Tot zo! We hebben nu de toer gedaan met de reliëfstokjes. Ik heb hier dit groepje weer gedaan, hier 2 reliëfstokjes, een losse, 2 reliëfstokjes en weer een losse. En dan zijn we nu op het einde van de toer bij de blauwe steekmarkeerder. En we hebben al geteld wat de derde is, dus we steken daarin. Ik haal even de steekmarkeerder eruit. We slaan om en we halen door 2 lussen. En we beginnen de nieuwe toer weer met 1, 2, 3 lossen en nog 1 losse, omdat we altijd
die losse na elk groepje doen en dit telt als een stokje, dus 1, 2, de derde steken we weer een steekmarkeer erin. En nu gaan we een toer doen weer met die 5 stokjes. Dus hier heb je 2 vaste en nu sla je om en je gaat in die vaste, daar ga je weer groepjes van 5 stokjes maken. Dus het gaat eigenlijk vanzelf. Je hebt de eerste en de tweede toer zijn gewoon iedere keer hetzelfde. Het is dus of de toer met de 5 hier 5 stokjes, een losse en die vaste zetten we tussen die 2 relief stokjes in. Het wijst ook echt zichzelf gewoon, want die ruimte is er gewoon om die vaste te zetten, dan wel elke keer een losse tussen. En dan ga je op die, je hebt die 2 vaste, op die tweede vaste ga je weer een groepje van 5 stokjes haken. En het haakt zo snel weg. Dus het is iedere keer, het zijn maar 2 toeren, het is of die 5 stokjes of die relief stokjes. De toer met de relief stokjes. Je doet wel elke keer 1 losse, na die groepje van 5 doe je 1 losse. En dan ga je weer zoeken dat je hier tussen die V in, daar ga je tussen die relief stokjes in, daar ga je 1 vaste maken en je maakt weer 1 losse en je gaat op die vaste, daar ga je weer het groepje van 5 stokjes maken. En dan lossen. En dan is dit je resultaat aan de verkeerde kant en dan is dit je resultaat aan de goede kant. Aan de goede kant. Kijk eens hoe leuk dat dit baaiert. En dan zal ik eventjes mijn eigen truitje erbij pakken. Kijk. Het is precies hetzelfde. Dit is dus de goede kant. En dan ben je ook begonnen eerst met die losse, de stokjes. Dan om 2 stokjes, die 5 stokjes. Alleen je haakt hem van deze kant uit. Dus op deze kant haak je en op deze kant zie je gewoon hoe mooi is dit resultaat. En als je dan ook die waaier zo bekijkt, dan is het ook echt een hele leuke regenboogsteek, ga ik hem noemen. Hij lijkt op de krokodillensteek, maar die is veel vaster. Daar ga je veel meer laagjes wol in zetten. En dit zijn gewoon, ja, ik noem het regenboogsteken, omdat je toch iedere keer weer hier in elkaar gaat haken. Het komt echt heel mooi uit. Het is ook geen ajour truitje, het is gewoon een gewoon truitje met een mooie regenboogsteek. En hierboven, dit is gewoon de ronde pas. En we gaan nu eventjes nog even opzij leggen. Ik ga deze toer nog afmaken. En dan, ik ga even meten nu trouwens hoeveel het, tot hoe ver dat je moet haken. Want dat is ook belangrijk. Die ronde pas, die is dan ongeveer 14 centimeter. Maar pas hem goed even aan, dat je echt over je hoofd heen hebt. En dan later gaan we hier dus het lijfje aan haken. Maar we gaan nog steeds eventjes hier deze toer. Kijk, je pakt weer de verkeerde kant. Dan moet je wel mee opletten dat je aan de verkeerde kant blijft haken. Want soms dan kijk je en dan denk je, oh mooi. En dan ga je verder haken en dan zit je aan de goede kant. Maar je moet dus op de verkeerde kant blijven haken. En ja, het is gewoon iedere keer maar 2 toeren. 1 losse en op die vaste. Je steekt ook echt in die steek zo in.
daar zet je precies 5 stokjes. En een losse mag je niet vergeten. En dan weer die vaste in het groepje. En als je weer bij de blauwe steekmarkeerd bent, dan zie ik je weer terug. Tot zo. En we zijn weer bijna op het einde van de toer met de waaiertjes van 5 stokjes, een losse en een vaste en een losse. En dan doe je nog 1 waaiertje hier na dit relief stokje, dus voordat je de toer gaat sluiten, daar ga je nog 5 stokjes inzetten. En dit is het 5e stokje, dan 1 losse, na elk groepje elke keer 1 losse. En dan sluit je weer de toer in de 1, 2, derde losse. Je haalt je draad door, 2 lussen. Dit is een halve vaste. En je begint weer aan de volgende toer met 1, 2, 3 plus 1 losse. En dan ga je hier beginnen weer met die relief stokjes. En zo maak je het hele rondje af. En dit is natuurlijk een klein rondje. Kijk, hier had ik nog geen. Ik had even kijken hoor. De begintoer losse was met 30, 20, 30, 20. En dat heb ik zo gedaan zodat je dadelijk je rondje kan je dadelijk plat leggen. En dan leg je die steekmarkeerders op elkaar en dan ga je doorhaken heel het rondje tot 14 centimeter. Dus 14 centimeter moet de breedte van je rondje worden, tot 14 centimeter. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Ik laat je even het truitje zien hoe het is als je dus het rondje op elkaar legt met de steekmarkeerders op elkaar. En dan meet je tot hoe ver je haakt, ongeveer ja 14 centimeter. En dan pas je hem ook even aan en dan ga je kijken waar je dus je armsgaten gaat maken. En dan leg je eigenlijk gewoon een schuine lijn naar rechts vanuit die bovenste steekmarkeerders ga je een schuine lijn trekken en dat doe je ook aan deze kant. En ik zal even meten hoe ver ik van de schouderkant af heb en de steekmarkeerder erin gezet heb. Dat is even hier ook kijken. centimeter. Dus bij 21 centimeter ga jij steekmarkeerder inzet aan de voorkant en bij 21 centimeter zet je een steekmarkeerder aan de achterkant. En dan gaan we hier dus losse opzetten voor het armsgat te maken. En dan zet ik even de camera weer neer en dan laat ik je zien hoe ik hier die losse opzet zodat je het armsgat kan maken. En dan ga je aan deze kant ook doen. Dus je meet hier ook weer die afmeting, dezelfde afmeting. En dan gaan we hier een steekmarkeerder inzetten en ook aan de achterkant. En dan gaan we het armsgat maken. En dan ga je weer helemaal weer in het rond haken. Dus eerst zet je hier wat stokjes op, maar dat laat ik je zo zien. En dan haak je het lijfje gewoon weer in het rond. Dus dan is het alleen maar in het rond haken. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo.
als je dus je rondje klaar hebt, dit is een klein rondje hoor, dus daar moet je niet helemaal naar kijken, dan leg je dus je rondje tegen elkaar aan. Je hebt de steekmarkeerders uitgemeten hier, zodat je armsgat hieronder begint. En dan ga je voor een maatje M, ga je 20 losse steken opzetten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En dan ga je de andere steekmarkeerder pakken en daar steek je weer in. En dat kan op het eind van een stokje zijn of in het midden of op je vaste. Ik weet niet precies waar jij uitkomt, maar je moet hem dadelijk toch even passen en je haalt je draad op en je maakt een vaste. Zie je? Dan heb je je armsgat gemaakt. Dat ga je ook aan de andere kant doen. En dit is dus je armsgat en dit ga je ook even passen of hier je arm doorpast. En per maat, dus dit is maat M, is 20 lossen. En per maat maak je er 5 lossen bij. Dus maat L is 25 lossen en maat XL is 30 lossen. Maar je past hem dus iedere keer aan. En dan draai je je werk een beetje en dan ga je weer 3 lossen zetten. Even mijn draad zoeken. Die hou je aan de achterkant. En dan ga je 3 lossen opzetten. 1, 2, 3. En dan ga je in elke steek ga je een stokje maken. Nu ga je even een rij stokjes maken, zodat je dadelijk weer gewoon daar overheen kan haken. En dan pak je weer je patroon op, maar het is dadelijk. Je gaat die armsgaten dus gewoon met 20 lossen voor maatje M, 25 lossen voor maatje L en 30 lossen voor maatje XL. En dan pas je hem gewoon even aan. En dan ga je dus in elke steek en even goed steek zoeken. En dan ga je zo een hele rij stokjes maken tot op het einde hier bij de steekmarkeerder en daar zie ik je weer terug. Tot zo. En dan zijn we nu bij het einde bij de steekmarkeerder. Daar zetten we nog een stokje in. En ik pak ook nog even die eerste steek, zodat het goed vast zit. En dan zet ik hem hier vast, gewoon bij de tweede met een halve vaste. Zo. Ik haal nog een keer mijn draad door. Je pakt je schaar, je knipt af en je haalt door. Zit het goed vast? Dan is dit je armsgat en dadelijk nemen we dit ook mee met de gewone steek als we weer gewoon het patroon gaan vervolgen. Dit ga je ook doen aan de andere kant, dus dan maak je nog een armsgat en dan zie ik je dadelijk weer terug en dan gaan we het lijfje maken.
Kijk, nu heb je dus twee armsgaten gemaakt met een rij losse en een rij stokjes, en dat heb je ook aan de andere kant gedaan. En dan moet je ook zorgen dat die stokjes goed liggen, zodat je niks gedraaid hebt. Dan maak je weer een opzetlus, dus je pakt weer een nieuwe draad en dan ga je even goed kijken. Kijk, dit is de goede kant, dus ik draai even het werk en je gaat weer aan die verkeerde kant. En maakt niet echt uit waar je begint, maar je moet wel zorgen dat die stokjes gewoon goed niet gedraaid liggen. En ik pak gewoon een steek aan de zijkant. Je pakt een steek op met twee lusjes. Je houdt je draad weer aan de achterkant van je werk. Dus je hebt die steek opgepakt. En je haalt hem door twee lussen, zodat hij aangehecht is aan de zijkant. Kijk, en dit kan je straks nog afwerken. Maar je gaat nu dus drie lossen maken en één losse. En dan gaan we nu het patroon weer vervolgen. En we zijn geëindigd hier met die boogjes. Dan gaan we nu nog de boogjes toe doen. Dus we gaan in die, deze slaan we over, in die eerste steek gaan we 5 boogjes maken, of 5 stokjes bedoel ik. En ik krijg niet goed de 2 lusjes te pakken. Dat komt omdat dit dus de onderkant van de steek is. Dus wat ik doe is, ik sla deze over en ik ga toch proberen nog, nee, ik ga tussen de stokjes inzitten en daar ga ik 5 stokjes maken. 1, 2, 3, 4, 5, dan weer 1 losse, dan sla ik weer 2 steken over. Even nadenken, want ik moet nu wel een vaste gaan maken. 1, 2 steken over en ik zet een vaste. En ik ga toch even tussen mijn stokjes in. Zo, een vaste. Dan weer 1 losse. Dan sla ik weer 1, 2 stokjes over. En dan ga ik weer 5 stokjes in maken. Dan zet ik een vaste bij mijn steekmarkeerder, toevallig omdat ik zo uitkom. En dan ga ik weer 1 losse doen. En dan sla ik 1, 2 stokjes over. En dan ga ik daartussen weer even een boogje van 5. Stokjes en een losse. En dan zet ik een vaste op deze vaste. Zie je dat het patroon dan zo doorloopt? En dan ga je nu dus ja, ik had het beter anders kunnen doen, want nu blijven die boogjes gewoon zo gelijk. Dan ga ik nu even toch de draad afhechten. Pak de schaar, ik knip af, zie je, ik heb hem even afgehecht zodat ik dadelijk die draad afhecht, maar je moet gewoon die boogjeslijn gaan vervolgen. En dan pak ik weer even een nieuwe
opzetlus. En het belangrijkste is bij het lijfje dat je dadelijk gewoon ook in het rond door kan haken. Dus je pakt weer het nieuwe opzetlus. En nu ga ik zorgen, je zorgt dat die stokjes ook weer gewoon gelijk blijven. En ik ga nu aanhechten bij dit boogje. Zie je dat die boogjes gewoon door moeten lopen? Ik had het anders kunnen doen, maar ik pak hier deze vaste. Als je die opzetlus weer vast gemaakt hebt, dan ga je hier in het begin, zet je hem vast in de eerste, tweede, in de derde met een halve vaste, en dan ga je met 3 omhoog, 1 2 3, en dan ga je daar in die steek ga je nog 4 stokjes maken, zodat je weer een boogje krijgt. 3 4 5, 1 losse. En zo maak je hier dus ook allemaal boogjes. Je slaat er 2 over, je zet een vaste, en een losse, en je gaat weer boogjes maken totdat je hier bent, en dan ga je weer door met die andere toer. Dus ik ga nu even verder boogjes maken om het armsgat hier, en ik zie je op het einde hier bij die steekmarkeerder, zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn weer bij het einde bij de steekmarkeerder, en we slaan weer 1-2 steken over, en op de steekmarkeerder hier in deze steek, daar maken we een vaste, en die hechten we weer af. Even nog een keer doorhalen. We pakken de schaar, we knippen af, en we hechten deze ook dadelijk netjes af. Dus dit worden dadelijk ook allemaal boogjes. Ik had beter aan deze kant kunnen beginnen, want hier moet ik ook nog boogjes maken. Dus ik heb even veel draadjes af te werken. Hier ga ik ook nog even boogjes maken, en nou, daar ga ik nog even mee doen. Het is een beetje moeilijk te filmen zo, maar ik had beter aan de kant van de steekmarkeerder kunnen beginnen, maar dat heb je wel eens. Dus je steekt in, je houdt je draad aan de achterkant, je maakt weer 1 2 3 losse. En we gaan een boogje maken in diezelfde steek. Drie. Dus 4 stokjes, want die eerste 3 tellen mee. Dan doen we 1 losse. We slaan weer. Hier kom je weer aan die onderkant van die stokjes uit, dus we slaan 2 stokjes over, en we zetten een vaste. 1 losse, 1-2 overslaan, en weer 5 stokjes. Als het te snel gaat, je kan de video altijd langzaam zetten, je kan de ondertiteling nog aanzetten. En een losse, en weer 1-2 overslaan, en een vaste, en een losse, en weer 1-2 overslaan, en weer 5 stokjes. En een losse. En nu zijn we bij de vaste, maar die zetten we niet hier onderin. We pakken nu het begin van de toer. 1, 2, 3.
We sluiten de toer met een halve vaste. En als het goed is, heb je nu, ja, je hebt veel af te werken, maar dat komt door mij. Ik ben eigenlijk een beetje niet heel handig begonnen, maar je hebt dus allemaal boogjes. Je moet zorgen dat je allemaal boogjes hebt. Kijk, en hier heb je ook nog een begin, maar die werk je dadelijk netjes zo af. En dan ga je dus het hele lijfje maken. En je maakt het dus aan de verkeerde kant, maar dat weet je al. Dus we gaan nu de toer beginnen met 1, 2, 3 lossen. En nog een losse voor de ruimte. En dan gaan we nu de toer beginnen met die reliëfstokjes. Dus je steekt er onderin. Je maakt een stokje. Je maakt nog een reliëfstokje. Je doet nog één losse. Je slaat deze over. En je pakt de laatste van het groepje. En je maakt één losse. En je gaat weer een steekmarkeerder in het begin zetten. Die heb je echt nodig. In de 1, 2, derde steek. 1, 2, derde steek. En dan ga je weer een vaste hierop zetten. 1 losse. En de toer met de reliëfstokjes. Ja, dat is gewoon heerlijk. Het zijn ook alleen maar voorste reliëfstokjes. Je slaat deze over, je pakt de vierde van het groepje van 5 en je pakt de vijfde. En 1 losse. En dan zet je hier weer die vaste op de vaste en weer 1 losse. En dan kan je weer, ja, die draadjes die irriteren mij wel, maar je kan nu weer gewoon je toer helemaal vervolgen. En bij jullie is hij groter, want ik ben nu een kleinere afmeting aan het haken, zodat ik sneller rond ben. En je moet gewoon zorgen dat hij goed past. Kijk, deze omtrek, die hebben we nu. Dit is gewoon je onder je oksel. Dit is je bovenlijf. Dit is onder je oksel. Dus je kan nu gewoon die twee toeren die je hebt voor dit werkje, die hou je gewoon aan zoals het ronde pas ook ging. Dus nu ga je ook gewoon in het rond verder haken. Wordt echt een mooi truitje. Deze sla je over. En weer een losse. Zie je? En aan de achterkant, dit is dus je voorkant, hier krijg je die mooie schelpjes. En heel je trui maak je, wacht, ik zal nog even verder haken. Oh, mijn bolletje vol. Ik zal nog even verder haken, zodat ik dit ook mooi even laat aansluiten. Maar je kan dus je hele truitje nu helemaal tot onderaan haken. En je mag zelf beslissen hoe lang dat jouw truitje wordt. Ik zal de afmetingen nog onder de video gaan zetten. Wijst zichzelf, het zijn alleen maar stokjes, dus je kan, als je die ronding eenmaal weer het lijfje weer maakt, dan kan je gewoon bij de tv verder haken.
en een losse. En dan zijn we hier even bij dit eind, omdat dit het armsgat is. En dan maken we hier op die 1, 2, 3, zetten we een halve vaste. Zie je? En ik zit wel te denken dat ik nu wel omhoog moet gaan haken. Ja. Dus ik moet nu wel ook weer even kijken, want ik wil dit door laten lopen. En dat kan doordat ik nu een omslag doe en dan ga ik hier weer omheen, dus dan hoef ik niet omhoog te gaan werken. Zo. Ja, gewoon een relief stokje maken. Dan loopt het straks weer gewoon door. Lossen, die mag je niet vergeten, die lossen. Ik zit wel allemaal door te haken, maar het is niet meer nodig. Jullie kunnen gewoon hier tot het einde doorhaken en dan heb je je truitje, zie je, tot de steekmarkeerder, daar haak je door en dan even omdraaien. En let goed op, hè, dat je aan de verkeerde kant blijft haken. Je hebt nu best wel veel aanhechtdraadjes, maar dan werk je daar gewoon lekker weg. En dit is dus de goede kant. Zo. En dan pak ik nog heel even mijn truitje erbij. Moment. Kijk, dit is het truitje in een normaal formaat, zoals jij hem ook maakt. En dit is het voorbeeld zoals ik het heb uitgelegd. En ik zou zeggen, ja, heel veel haakplezier. Duimpjes omhoog, ook helemaal leuk. Ja, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende video. Tot ziens!